heel sociaal iemand, hè, met iedereen een praatje. In zijn blote kont op een motor rijden, op een reisje, snap je? Ja, nou, dat is Aap. Dat is originele Aapbak, ja. Dit heb ik dus gedaan, een jaartje 14. Ik heb een maatschappijkritisch boek geschreven. En de auto waar die hondenknuppel uitkwam, heb ik totaal losgeslagen met diezelfde hondenknuppel. Ja, geweldige dingen zijn dat. Henk! Morgen. Jan, goedemorgen. Hans, morgen. Morgen, Peet. Hey Aapman, je ziet er best wel goed uit hoor. Kom nou eens. Kom nou, schatje. Kom nou. Dit is voor een pornofilm. Dus we hebben een stand-in nodig. Hallo. Hoe is het? Ja, ze gaan me filmen. Ja, die microfoon, die ga je filmen. Kijk. Hey, schat, ik moet ciao. Ik lag vroeger heel goed bij de vrouwen. Blond en blauwe ogen. En zeker in mijn skileraartijd was het een soort van, stonden ze in de rij bij ons skilerarenhuis. Stonden meisjes in de rij van, mag ik alsjeblieft bij jou slapen? Het is niet alleen geweld geweest natuurlijk en ook niet alleen seks. Was het maar waar. Dat is natuurlijk ook dat je als een soort prijsvechter door het leven gaat. Iedere dag is voor mij een feestje. En vroeger was het iedere dag even afsluiten in het café. En natuurlijk, het begin van de houseparties begonnen toen. Dus er stond er in de krant dat ze ecstasy-pilletjes hadden. Ja, daar probeerde er eentje van. Met je meisje. En dan verliefde dan dat word je nooit. Vanaf van Ted Langebach al die parties allemaal meegemaakt. En het, ja, dat was geweldig. Ook natuurlijk de eerste housemuziek. Dat je denkt, hé, wat is dat nou? We hadden natuurlijk wel van Bowie en Rolling Stones en zo gehoord. Maar de echte housebeats, dat je met z'n allen 4, 5 uur staat te dansen, dat was nieuw. Die feesttijd begon echt rond mijn 33ste. Dus ik ben wat dat betreft eigenlijk laat boeien. Dus veel feesten, misschien heb ik dingen in willen halen. Dus op een gegeven moment, dan wordt het toch tijd met al die baantjes achter de rug hebben en de tennisleraar uithangen, de skileraar uithangen, om wat serieuzer te gaan worden met werk en met ideeën uitwerken. En dan zag ik toch veel mensen met water sjouwen, water. En dan lees je over water, het is nodig, je hoort 2 liter per dag te drinken. En op een van mijn reizen in Amerika had ik van die grote flessen water gezien op die kleine apparaatjes op kantoren. Toen heb ik mijn zakken leeggemaakt, heb gekeken wat ik bij me had. Had ik 500 gulden op zak. En toen ben ik in de waterbusiness gedoken eigenlijk. Ja, hartstikke leuk om water te verkopen, want het is een gezond product. Het klopt aan alle kanten, je verkoopt geen onzin. En als je bij bedrijven kwam, dan kon je ook aantonen dat als er een waterkoeler er stond, verkoop je natuurlijk veel minder koffie. Dus je, qua kosten is een soort verhaal. En water is gezond, je hoort natuurlijk allemaal 2-3 liter water per dag te drinken. Ik zit al helemaal even in het water, maar dat was meer het badwater. Maar zeg maar dit verhaal verkopen van 1988 tot 1996. Dus dat is een bedrijfje dat begint in de achterkamer, in de kelder van je huis, kelder van de buurman erbij, kelder van de overbuurman erbij, langzaam naar een ruimte en langzaam naar een fabriek waar het ook allemaal automatisch gevuld werd en afrijden. En zomers had je regelmatig 30 mensen werken die dingen overal gingen leveren. En dan was het op een gegeven moment was de bijnaam Aap Water. Ja. Een van de leuke dingen ook met het waterverhaal is dat je gaat bezorgen. Dus je komt zeg maar als de pizzaboer met een paar flessen water. En dan was er een meisje, daar heb ik trouwens nog contact mee. Die had een waterkoeler gekregen voor de vriend. En dan kom je de eerste keer met die flessies, woonadres, trappetje op. Hoi hoi mevrouw flessies. Kom je de tweede keer. Dus de deur open helemaal vol in lingerie.
Nou, toen heb ik ook een uurtje extra tijd moeten claimen, bij mezelf als baas zijnde. Want dat is dan natuurlijk klantenservice om dan ook zeg maar even een tukkie te doen. Ja, ik kan het noemen. Het wordt wel lachen. Okay. Het was een lekker meisje, jongen. Wendy heet ze. Ik heb nog contact met haar. Helemaal. Ik kan het nog specifiek. Helemaal met rood-zwart lingerie. Helemaal Bob. Hallo. Wop, gelijk die flessen zo los. Hup, gelijk in bed. Ik denk, joh, als de brand weer. Oh, heerlijk. Met de waterhandel is ook echt één ding helemaal fout gegaan. Omdat ik na 8 jaar werken mijn broer erbij heb gehaald. Ik heb gezegd van, joh, jij krijgt de helft. Als je een grote taart hebt en je kan hem niet delen, is die niet zo lekker. Als je hem kan delen, is die leuker. En toen heb ik papier getekend in de blind. 12 stuk papier, omdat er 5 mensen om me heen zaten. Die teken ik. En in een van die papieren stond na een jaar alles van hem was. En dat is een hele pijnlijke fout geworden. Want hij heeft mij daar aan gehouden. Hij heeft gewoon gezegd, hey, alles is nu voor mij. En er zit wel proces aan. En nu na 18 jaar loopt het eigenlijk nog. Ik krijg wel een gedeeltelijk een vergoeding. Maar niet volgens de afspraken. Ja, hoe komt zoiets? Je enige broer, die komt erbij. Ja, die vertrouw je blindelings. Daar is die enige broer voor. En dat is wel een dolkstoot in de rug geweest, hoor. Hij vindt van niet, maar dat is weer een ander verhaal. Jammer. Aan de andere kant zie ik die hele watertijd nog wel als een heerlijke tijd. Fantastische mensen omheen, hele goede zakenlui. In Parijs heb ik een waterzaak begonnen met iemand. Helpen, adviseuren. En in Parijs heb ik ook exposities gehad. En mijn ronde waterkoeler ging ook zo goed dat daarmee geëxposeerd is in het Stedelijk Museum en Boijmans van Beuningen. Dat zijn natuurlijk 2 topervaringen voor mij. Dus ik zie het nog steeds als een geweldige ervaring. Reizen is gewoon leuk. Dat wat ik als jochie al had, dat avontuurlijke, dat heb ik gelukkig door kunnen zetten door veel te reizen. En ik mag toch wel zeggen, 100 landen geweest. En ja, ook dan tegen leuke avonturen aanlopen. En ook weer nieuwe zakelijke ideeën. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Ja, op deze plek doe ik mijn naam eer aan, Aad Bak fiets. Nederland blijkt dus gewoon het dichtstbevolkte fietsland ter wereld te zijn. En in Lima, waar ik dus gewoond heb vanwege de liefde, ruim een jaar, daar had je fietspaden, infrastructuur en stoplichtjes met fietsjes. Helemaal goed, mooie fietspaden, promotieteams, maar ze hebben geen fietsen. En dan meneer Klepper is dan de man die dat heeft geregeld. En een container fietsen, gratis beschikbaar. Nou ja, wat je hier ziet, dat zijn allemaal fietsen voor het buitenland. Deze hele sectie. En ja, dat een beetje alles door elkaar heen. Afhankelijk van de aanvraag van het project wordt daar een selectie in gemaakt. Want ja, niet elke fiets is geschikt om naar het buitenland te gaan, zoals jij wel weet, toch? Ja, dan praat je over iets kleine fietsen, want de mensen zijn daar iets kleiner ook natuurlijk. Ja, ik wil ze eigenlijk op kleur. Kan jij dat? Jij wilt op kleur? Is dat belangrijk voor jou? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik leuk te doen. Nou, we hebben een kleurrijk land, dus. Ja. Ja, het is een kleurrijk land. Nou ja, geweldig. Want het zijn natuurlijk allemaal ja, goede kwaliteitsfietsen. Ja, maar hebben jullie, wat kwaliteit eisen hebben jullie gevraagd? Ja, ik heb gezegd misschien iets kleiner fietsen. Achter de hekken, dat heb ik wel meegemaakt ook wel in mijn leven. Maar nooit voor lang hoor, altijd kortdurig. Maar het reizen heeft inderdaad wel getriggerd dat je dingen ziet. Nee, dat hebben ze daar, dat hebben we hier niet. Dat heb je daar, heb je die hier niet. En zeker dan ook met de globalisatie leer je dat mensen allemaal hetzelfde zijn. Ze willen allemaal een leuke vriendin.
Sommigen een leuke vriend, we willen water en we willen wat te eten hebben. En fietsen. You've got things to do, you move every day. I hope you don't mind 'cause I'm coming your way.